En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Trukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met het eerste adventsarrangement. We gaan al richting de kerst, dus ook richting advent. En daar hoort natuurlijk ook een heel mooi stuk bij. En die gaan we vandaag maken. We gaan een winters adventsstuk maken. Dus niet te veel glitter, maar juist heel mooi in de winterse sfeer. Dus een beetje sneeuwachtig. Ja, dus dat ga ik vandaag met jullie delen. Dus heb je zin om hier zelf mee aan de slag te gaan? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket helemaal compleet kan bestellen. Daar zit alles bij in wat ik vandaag ook gebruik. En heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Ik heb een hele mooie ijzeren vreem. Een beetje industrieel. Die gaan we als ondergrond gebruiken. En een oase blok. Deze snijden we eventjes doormidden. Horizontaal. Want we gaan het stuk wat lager maken. Zoals gewoonlijk snijden we ook de zijkanten even af. Ik kreeg trouwens nog wel vaak de vraag of je oase nat of droog moet gebruiken. Altijd nat als je met materialen werkt die gewoon op water moeten. Dus zoals bloemen, blad en dat soort dingen. Altijd de oase nat maken. Oase mag je niet onderdrukken. Laat het zelf rustig volzuigen. Nou, zoals je ziet heb ik eventjes de zijkantjes schuin gemaakt. Dan gaan we beginnen met het kerstgroen. Deze knip ik even in stukjes. Ik vind het mooi om de punten te gebruiken aan de zijkant. Ik snijd het gewoon weer schuin aan en steek het aan de zijkant erin. Je verlengt dus als het ware je stuk met het kerstgroen. Aan de zijkantjes mag je wel wat langere stukjes gebruiken. Dus aan de uiteinden. Aan deze kant gebruiken we wat kortere stukken en die steken we er wat dieper in weg. Ik doe er nog even een laagje bij bovenop. Let op dat je de stelen naar de zijkant wegsteekt, zodat je stuk niet gaat vliegen straks. Dan heb ik hier conifer en die verwerk ik wat korter aan de zijkantjes. En dit doe ik ook aan de andere kant, dus alleen het laagje onderop. Let goed op dat je niet te veel in de hoogte gaat, omdat we straks natuurlijk de kaarsjes erbovenop doen. En het moet natuurlijk niet gevaarlijk worden. Nou, zoals je ziet heb ik dus de zijkantjes licht opgevuld met kerstgroen. Dan gaan we eerst even kijken waar we de glaasjes in willen zetten. We willen dus vier kaarsjes erin terecht, dus daar moeten we rekening mee houden. Vier keer. Dan kijk je even of ze mooi recht staan, dat doen ze natuurlijk. En dan gaan we daartussen stukjes bolmos doen. Die zetten we er meer omheen. Die zet je vast met krammen of ijzerdraad. Als je ijzerdraad hebt, buig je die gewoon even dubbel. En dan zet je hem vast. Dat doe ik ook aan deze kant. En dat herhaal je ook aan de andere kant.
ziet, heb ik aan deze kant bolmos en ook aan die kant. Dan gaan we daartussen een eucalyptus verwerken. Maar let op dat je deze echt heel kort verwerkt, zodat het niet gevaarlijk wordt met de kaarsjes. En dat je meer naar de buitenkant werkt en niet richting de kaarsjes toe. Ik krijg heel vaak de vraag of je het hele eucalyptustakje kan gebruiken. Ja, dat kan, mits je hem goed knipt. Als je het eucalyptustakje hebt, knip je hem boven het blaadje af. Zo kan je deze kant ook weer gebruiken. Dus je knipt hem echt boven het blaadje af. Kijk, ik zal even verschil laten zien. Als je het in het midden doet, dan krijg je zo'n lelijk stukje daar aan de bovenkant. Dus die knip je aan de bovenkant af. Ik vind juist het eucalyptusblad heel erg mooi bij het winterse stuk, omdat het ook een beetje dat grijzige sfeertje heeft. Vind ik dat weer echt heel mooi lijken. Dat heb ik nu aan beide kanten gedaan en zoals je ziet is al een heel groot deel van de oase weggewerkt. Dan heb ik hier een heel mooi pakketje in een beetje sneeuwachtige winterse kleuren. Waar mooie natuurlijke materialen in zit. Let goed op droog materialen en zo. Ook echt altijd oppassen met kaarsjes. Dus hoe je het verwerkt. Daar zit ondertussen dit mooie materiaal in. Daar maak ik even kleine bolletjes van. En die zet ik even vast met een draadje. En die steek ik er ook weer bij tussen. En dan kun je echt al zien dat je een beetje dat witte sfeertje krijgt. Van de sneeuw als het ware. Deze plaats ik dus een beetje aan de onderkant om brandgevaar te voorkomen. Dit doe ik ook aan de andere kant. Kijk even wat een mooi plekje is en zet hem vast met een draadje of een krammetje. In dat pakketje zitten ook hele mooie dennenappeltjes. Ook deze verwerk ik er aan de bovenkant tussen. Die zet ik op draad op de welbekende manier. Het draadje wikkel je er eventjes als het ware omheen en die valt er dan een beetje tussen. En dan heb je hem mooi op draad staan. Dat doe ik nogmaals. In dit pakketje zitten verschillende dennenappeltjes, dus die ga ik ook allemaal gebruiken. En ook dit doe ik aan de andere kant. Die verdeel ik dan mooi over het stuk. Zoals je ziet. En een wat kleinere, ook mooi. Zet ik op dezelfde manier op draad, dus ik wikkel hem eromheen en zet hem vast. Zo. Dan heb ik hier heel mooi gewaxt blad en het lijkt een beetje alsof het, ja, dat er sneeuw op zit. Ook deze die verwerkt tussen door middel om vast te zetten met een draadje of als je de onderkant hebt kan je hem er gewoon insteken.
Dit vind ik echt een prachtig product. Het is dus gewaxt. Het blijft dus ook de hele tijd goed tot aan de kerst. Ja, het is eigenlijk gewoon een stuk wat echt tot aan de kerst goed blijft. En daarna eigenlijk nog maar... Ja, het is echt heel sterk. Dus dat is heel erg leuk. En alle materialen die ik gebruik zitten natuurlijk bij het pakket in. Dit verdeel ik dan weer mooi ertussen overal. Mag er ook best wel iets uitsteken. Dat vind ik juist wel mooi. Heeft een beetje het grillige effect. Ik zal hem even van iets dichterbij laten zien. Dat heb ik dan nu aan beide kanten gedaan. Ik vind het zelf super mooi. En ik vind dat natuurlijk richting kerst kan het kerstballetje niet ontbreken. Ik heb een hele mooie matte witte variant. Daar doe ik gewoon eventjes een draadje omheen. Dus je rijgt hem op een draadje en die vouw je dubbel. En dan zet je hem als het ware als een krammetje vast. Dit kan je dus ook doen met een krammetje. En ook deze steek ik ertussen. En steek ik dan mooi diep weg. En dit doe ik weer aan beide kanten. Jongens, prachtig toch dit? Super mooi. Ik rijg hem dus aan. Buig het draadje. En zet hem vast. En dan vind ik het wel mooi om aan deze kant ook nog allebei eentje te doen. Dus dat doe ik dan met één balletje en die zet ik aan deze kant vast. Zo, en dat doe ik ook aan de andere kant. Zo. En dan heb ik tussen de kaarsjes nog een heel klein beetje oase zichtbaar. Daar doe ik een heel klein beetje mos tussen. Let op dat je dit ook goed naar beneden duwt, zodat de kaarsjes niet, dat het vlammetje niet bij je materiaal komt. En dan is die alweer klaar, jongens. Ik vind het echt een plaatje. Hij is heel mooi natuurlijk, maar wel het witte van de sneeuw. Vind ik heel mooi. En het is dan toch het glinstertje van de kaarsjes. Zodat dat natuurlijk mooi tot zijn recht komt. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke video vonden. Deze kun je bestellen. Dus als DIY pakket. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Het is helemaal gratis. In de eerste week van december komt er elke dag een kerstvideo online. Dus dat is natuurlijk ook heel erg leuk. En vind je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je bij de volgende keer weer. Heb je bepaalde suggesties? Mag je dat hieronder in de beschrijving zetten. Of vond je het een leuke video? Mag je ook een reactie achterlaten. Dat vind ik heel leuk om te lezen. En zie jullie bij de volgende keer weer. Doei!